Ik wil jullie nu laten zien hoe je een beetje rust en gemak kan creëren in de keuken. Ik heb hier twee stukjes zalm, allebei vanochtend binnengekomen. Ik heb de traditionele zalm en ik heb de zalm vacuüm verpakt in kruidenolie. De traditionele zalm kun je gewoon bakken in het pannetje. Maakt niet uit, alleen is het altijd af te vragen wie staat er die dag in de keuken. Bij deze zalm laat ik jullie nu zien met gemak dat iedereen dit kan maken. En dat je altijd constante kwaliteit hebt. We gebruiken daarvoor de Smart Feeder. Je scant je QR-code. Dan selecteer je het programma dat verschijnt op de tablet. Je pakt een tag, die druk je tegen de tablet aan. En dan gaat het programma helemaal uit zichzelf lopen. Het programma geeft ook zometeen exact aan wanneer het klaar is. Zo, ik heb de zalm uit de Smart Feeder gehaald. Eiwitten zitten nog mooi in het vis. En wat we nu nog één gaan doen is, we gaan hem nog heel eventjes bakken in de pan of op een plancha. Dus dan maken we het velletje maken we eigenlijk een beetje krokant. Zo, we hebben de zalm even kort gebakken in de pan. Maar zoals ik al zei, het kan ook op de plancha. En nu gaan we alleen nog het bord dresseren. Snel op tafel gezet en altijd constante kwaliteit.